Oké, wat valt jullie op? Zo, kijk. Even weer even inkopen doen. Helemaal geweldig. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stamman van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stamman van de Werf. Het is vandaag alweer dinsdag 18 augustus 2020 en het is bijna 1 uur. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Oké, wat valt jullie op? Wat valt jullie op? Hier, goed zo. Rug. Beauty, hier. Beauty. Kom eens hier, naast. Beauty, hier. Beauty. Beauty, kom eens hier. Naast. Naast. Zitten. Ah, kom eens hier. Hier. Beauty. Beauty, kom eens hier. Beauty. Beauty, kom eens hier. Kijk eens. Beauty. 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 Naast. Naast. Beauty. Kom, naast. Goed zo. En blijf, hè? Nou ja, naast. Dat is niet naast, maar oké. Blijf, hè? Hey, meisje. Ben je daar? Ja, daar waren we weer gezellig weer in de auto. Het is ons tweede huis bijna, joh. Bijna wel. Maar we gaan dus nu naar de voedselcentrum Isaac en de Schittering. Want waarom? Het is vandaag pas 18 augustus. En ze bestaan dus vandaag precies 8 jaar. Dus voor de voedselcentrum Isaac en de Schittering, onwijs gefeliciteerd. En we blijven jullie supporten en steunen. Sowieso. Dus ik hoop dat ik een beetje kan filmen, vloggen daar, zodat dat ook weer in de vlog kan. En dan misschien dat ik weer een leuke kokvlog kan maken. Je weet het niet. Nee, je weet het niet. Maar ja, ik ga nu wel weer even opletten, want ik zit eigenlijk al de hele tijd om niet op te letten voor de vlog die vandaag online is gekomen van het winkelcentrum, de Westfield winkelcentrum, nee. Westfield, de Mall of the Netherlands. Ja, dan moet ik het wel goed zeggen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe de mensen dit gaan vinden. Tja, het is wel eventjes een hele andere leuke preview wat jullie dus hebben kunnen zien. Van achter de schermen wat nog gebouwd moet worden. Nou ja, waar ze dus nou mee bezig zijn. En ja, dat zie je niet zo vaak, hè? Nou ja, Karen heeft dus het mooie
gelegenheid mogen hebben om dat dus te filmen voor jullie. Dus ja, ik hoop dat het aan is geslagen. Dus dit is al 2 weken terug of zo, dat jullie 3 weken, 4 weken of zo. Dus dat komt helemaal goed. Ja, mag, hoeft niet. Hey. Nou, we zijn in de wijk weer aangekomen. Om dus naar het voedselcentrum Isaac en de Schittering te gaan. Even kijken, even ook hun feliciteren voor zelf. Altijd handig. Roderick die loopt lekker achter mij. Met zijn en vervelde jas. Verveld. Yep. En we hebben dus een bord gezien nu in Rotterdam. Die heb ik al een tijdje gezien. Maar Roderick dus nu ook. En ik heb dus al het een beetje ontrafeld wat het is. Maar dan gaan we eerst even naar voedselcentrum Isaac en de voedselcentrum Isaac en de Schittering. Kijk, daar zijn we. Helemaal goed. Hi Davy. Hi kind. Allemaal brood. Lief, allemaal brood. Nee, we gaan naar binnen. Zo, kijk. Even weer even inkopen doen. Helemaal geweldig. Tomaatjes, 10 voor 50 cent. Nee, dat is een appeltje. Dat klopt. Ik ga dus even paprika pakken. Dat is dus... Kijk. Paprikaatjes. Alleen ik mis hier licht trouwens enigszins. Kijk, een mooie paprika. Ik moet er even bij kunnen hoor. Dat is 1. 60 cent. Mooie paprika. Dit zijn hele mooie paprika's. En neem ik ook even sla mee. Wat is dit eigenlijk? Rode kool of zo? Rode kool. Oh, wat grappig. Ik weet ook niet hoe die is, maar oké, maakt niet uit. Dit is avocado. Avocado, 25 cent. Nou. En wie doet je wat? Mij niet hoor. Kijk, die moet nog lekker rijp worden. Lekker avocado, jongens, echt. Hè? Nu nog 2 blikjes en geen paprika. Nou, dan doe je paprika en de bij mij in. Best, prima. Ook goed. Prima. Citroen is er ook, hè? Of heb je die nu? Cola Zero. Oké. Er zit voor drop. Drop een euro. Waar hebben we het over, jongens? Napoleon, schat. Appel. Ja, appel. Kijk. Ik zeg een bolletje. Maar ik vind hem wel soms lekker hoor, bolletje. Gewoon lekker met lekker veel boter erop. Want anders vind ik het helemaal niet moeten zuipen. Ja. Ja. Kijk lief. Hier en hier heb je water ook vandaan. Kijk hier, appel. Appel, dit is. Mango appel, lief. Nou, we zijn dus nu bij de Kreekplein. Gaan we ook nog even kijken wat ze daar hebben. Want Roderick die vond en de cola wel lekker. Citroen cola. Mm-hmm. Dus gaan we even cola scoren. Hè, schat? Mm-hmm. Waarom ook niet? Nou, dit staat nu lekker op de band. Heb ik nog nooit gehad deze. Die heb ik altijd al gehad.
deze weer, dan maar even lekker eens reclame. En deze weer lekker uit de 70% bak. Nou, wij zijn dus alweer eventjes een tijdje thuis. En we gaan dus nu eventjes inboxen wat we hebben gehaald. Gratis gekregen. Et cetera, et cetera, et cetera. Ja. En het leukste is, donderdag heb ik ook nog wat leuks. Maar dat zien jullie allemaal weer. Even leuk om dat te zeggen. Maar nu gaan we even lekker eventjes jullie laten zien wat we hebben gehaald bij Isaac en de, bij voedselcentrum Isaac en de Schittering. Hey, dit is de tas van Roderick. Mooi, wat heb jij gekregen? Gekocht, gekregen? Gratis. Gratis, ja. Gratis. Ja. Gratis. 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 Mooi. En dan heb je nog een andere witte tas. Ja. Andere. Ja, nou dan pak je even die witte en die andere tas even mee. Twee tasjes. Mooi. Dit heeft hij dus gratis bij een besteding van weet ik veel wat. Mooi. Van een euro. Ja, dat doet hij dan weer even daarin. Oké, nou Roderick die gaat uitpakken. Oh. Het is wel een hele mooie tas. Het is een hele mooie tas, ja dat klopt. Heel mooi gemaakt. Heel mooi. Met dat. Pak. Ding, spul. Dat is niet helemaal netjes. Nou, dat maakt niet uit. Mooi. Nou, wat zit erin in die tas? Laat eens zien aan de kijkers. En maar waarom heb je dit gekregen trouwens, overigens? Deze tas kregen van boodschappenaren bij Stichting Isaac Schittering. Voedselcentrum. Voedselcentrum. En omdat het vandaag hun 8-jarig bestaan is, krijg je een bonus. Daar ben ik heel blij mee. Dus als jullie deze vlog kijken, is het dus al 8 jaar geweest. En dus dan heb je hier dus geen recht meer op. Ja. Eventjes. Nou, een foldertje. Foldertjes van hoe en wat. Yep. Zoeken ja. Nog mensen. Ja. Foldertje. Aquarius. Lekker. Oeh, foldertje. Kijk. Chippy. Spaghetti, joh. Hadden we nog niet. Bio. Appeltje, lekker. Bing. En een hele fraaie ketting. Met wandok. Even, ik kan even je handjes weg. Nee, gewoon even tegen je buik aan. Kijk. Ja, kijk. Heb jij in de Vierdaagse gelopen dan? Wandelkampioen, oké. En natuurlijk Napoleon. Appeltjes. Napoleon. Ja, dat niet. Lekker uit. Nou, ik zal sowieso niet. Saus dillen. Saus, iets, weet ik het. Ja. Visbouillon. Mooi. Vis dillen saus. Ja, en aspergesaus. Aspergesaus. Ja, dat was het. Nou, netjes. Juist, even geduld. Ja, toppie, dankjewel. Nou, wat we hier hebben. Ja. Een lekker mandarijntje. Oeh, lekker gezond voor jou. Dat is lekker. Een ijsje. Ook lekker. En, kom erop. Tomatensoep. Oh, hier. Nog een keer. Dat is mooi. En, oh, heerlijke. Nog een keer. En een blikje. Jammer. En een Napoleon. En hoe toevallig het. Vis dillen en perssaus. Lekker! Oh, dat is mooi. Ja, nou wij zijn dus gezellig, wat Roderick ook al zei hiervoor. Zijn wij dus bij voedselcentrum Isaac en de Schittering geweest en bij de Vinkerbaan 73. Omdat ze vandaag precies 8 jaar bestaan. En ja, dan ben ik weer iemand die, omdat we dus een soort samenwerking hebben, om toch naar hen toe te gaan. Dus hebben wij deze hele mooie tas van hun gekregen. Roderick heeft het net al uitgepakt, maar dat ga ik dus ook doen.
Want je weet het nooit wat erin zit. Waarschijnlijk allemaal hetzelfde. Maar je weet het niet. Even niet. Gaan kijken. Dus ik ga gewoon lekker met jullie lekker even uitpakken. Gezellig. Helemaal leuk. Oké. Nou, wat zit er allemaal in? Oeh, lekker. Aquarius. Yummy. Yes. Dat is één. Nou, Napoleon. Die is weer lekker voor Roderick. Vindt hij helemaal geweldig. Een appeltje voor de dorst. Is ook lekker voor Roderick. En dan hebben we hier de spaghetti Johanna. Lekker voor beneden. Mm-hmm. En ik heb ook de avond... Nee, niet. Nee, de wandel... De vierdaagse gelopen. Ja, ik heb gelopen. Is dat een spekje? Ja, een spekje. Een flinke spek, oké. Okay. Ja, en een voetspek. Voetspek, oké. Okay. Ja, voetspek. Dat is leuk. Zo. Die heb ik erbij. Nou, wat Roderick dus ook al had. Soep. Nou, vis dillensaus. Die hadden we net ook al. En de aspergesaus hebben we net al. Hey, weer vis. En een lekker chippy. En gewoon weer net als wat we ook net hadden. Een voldeltje. Dus dat. En dan had ik ook nog een andere kleine tasje. Die pak ik er ook gelijk bij. Hoef ik ook niet zo moeilijk te doen. Ik ga gelijk in één richting door. Hey. Zo, we gaan gewoon even gelijk door. Zo. Nou, ijsje mag ik niet hebben. Dat is ook weer lekker voor Roderick. Zo, en Napoleon. En je hebt wat aardig wat weg te kanen, jij. Nee, bijna de zaak. Nou, deze vind ik ook niet lekker. Dus die is ook voor lekker voor Roderick. Die is ook voor jou. En dan deze. Oké. En dan weer een soepje. Gaat naar beneden. En dan weer lekker vis- en dillensaus. En aspergesaus. Wat anders. En weer een foldertje. Zo, lief. Ja. Oh, je wil meekijken. Ja, klaar. Zo. Maar we zijn dus beland en bij de laatste tas. Maar er zitten ook weer een hoop dingen tussen. Ja, gewoon twee winkels erin. Dus van de voedselcentrum Isaac en de Schittering. Wat ik dus gratis heb gekregen en heb gekocht. En wat ik dus weer bij de Jumbo heb gekocht. Maar dat zal ik wel eventjes per sorteren van waar ik het vandaan heb. Dus dit heb ik bij de Jumbo vandaan. Dit heb ik bij de Jumbo vandaan. Lekker. En ze hadden dus ook olijven in chilisaus. Heb ik ook een bakje vandaan. Hij kost wel even €6,55. Ik heb het nog nooit gehad. Dus hou me dat even te goede. Dit heb ik lekker bij de Jumbo vandaan. Lekker Indische cake. Want andere cake mag ik niet in verband met mijn lactose intolerantie. Nou, dan zijn we beland bij voedselcentrum Isaac en de Schittering. Een courgette. Een lekker halve broodje. Lekker. Deze kool kon ik nog niet, maar dit is gewoon ook rode kool. Ik ken hem niet, maar oké. Heb ik er dus twee van. Ja. Dus even kijken of nog de dame en heer dat lekker vinden. Mm-hmm. Paprika 1. Paprika 2. Paprika 3. Paprika 4. 5. 6. 7. 8. 9. Deze paprika's heb ik dus gekocht. Deze. Wat, dit is eigenlijk gewoon gekocht, deels, voor een heel groot deel. Deze heb ik ook gekocht. Ik zal het eventjes gaan schriften van wat ik heb gekocht en wat ik niet heb gekocht. Rangschikken. Rangschikken. Zo. Lekker. 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 Bolletje XL. En dit is XL. Hey. Lekker.
gekocht. En heb ik nog meer avocado's gekocht. Gekocht. Avocado's. Hey, dat is leuk. En dan heb ik nog allemaal kleine tomaatjes. Mini tomaatjes. Een heleboel mini tomaatjes. Zo. Dit. Wat ik hier heb liggen hier. Dit is gratis. Wat ik hier heb liggen. Dit heb ik gekocht. Bij voedselcentrum Isaac en de Schittering. Dit is ook daar. En dit heb ik bij de Jumbo. Bij Westfield Mall of Netherlands. Wil je dit vaker? Ik zou zeggen, laat zeker een leuke reactie onder. En dan komt het helemaal goed. En ik heb de lijn hier om mijn hals. Ze kan hier zo oversteken als ze wil. Maar ik zeg nu niks. Goed zo, los hè, keurig. Netjes, meisje. Nee! Nee! Daar loopt namelijk een hond. Goed zo, keurig. Daar loopt dus een hond. Keurig, meisje.